krijgt natuurlijk wel. De problemen beginnen al een jaar in de zomer van 2012. Een 33-jarige verslaafde man uit Assen brengt een mannen terug in Ljouwt. Hij maakt het in die periode gebruik van de dij- en nachtopvang van het leger des Heils en Sien. Kwart en hij wordt ontdutsen dat de man een besmettelijke vorm van tuberculose had. Een infectieziekte die het zelfs deerlijk wijzen kan. De volgende draai je grut onderzieken omdat er alle keren op een nij TBC constateerd wordt. Honderden mensen die dakleers binnen of werkje bij de opvangcentra willen testen. Wonder boppen wonder vallen er geen slachtoffers. Nou, het hier heel gevaarlijk wijze kind, maar het voel uiteindelijk al je ta. Alle mensen hebben feitelijk voel voordat ze echt besmettelijk west hebben op 2 mensen na. Het opsporen van de TBC-besmetting kostte heel wat inspannings. Omdat daklezen of verslaven leven net mijn werkje wonen om meerdere testen. Daarom ging een speciale bus met röntgenapparatuur bij verskate opvanglocaties deel. Om ze nog een extra motivatie te geven, hebben we op de dag dat er getest werd, als ze meewerkten, dan kregen ze gratis van ons een broodje worst. Lijkt een hele simpele beloning, maar is voor hun haast goud waard, omdat ze daar normaal hun kostbare geld aan moeten uitgeven. Bij een aantal zwaarginstelling ziet de schrik de aanronde tiert flink in. Maar met de ondervinding van drie grote onderzieken binnen ze intussen wat beter taret op na je gevallen van TBC. Nou, zeker de eerste besmetting heeft heel veel onrust veroorzaakt. We hadden natuurlijk jarenlang geen besmetting van cliënten en van medewerkers. En dan in één keer volgt er een besmetting. En er zijn meer dan 100 medewerkers getest. En uiteindelijk waren er 10 mensen besmet. Dus ja, dat levert nog wel wat onrust op. En er waren heel veel vragen van medewerkers. De GGD zal de komende tijd nog scherp controleren op TBC bij daklezen, maar kan in ieder geval net uitsluiten.